Ja, welkom beste kijkers bij Soccer Reporter TV. Vandaag is Soccer Reporter te gast op Sportpark Molenvliet, de thuishaven van de voetbalvereniging Unitas, waar vandaag de wedstrijd wordt gespeeld tussen Unitas Zondag en Una uit Zeeuwt. Ja, dat kan weer een spannende wedstrijd worden. De beide ploegen ontlopen elkaar niet veel, want Unitas heeft 2 punten minder en staat op de 5e plaats. En Una die heeft dus 2 punten meer en staat op de 4e plaats. Maar ja, zoals je van ons gewend bent, gaan we altijd weer eerst spreken met de belangrijkste man van de wedstrijd. En dat is de pupil van de week. Je mag jij even zelf voorstellen, hoe heet jij? Mason. En hoe nog meer? Melwijk. Mason Melwijk, een mooie naam, Mason. Mason, en welk team speel jij? Heel 8-1. Jongen 8-1. En op welke plaats speel je in dit team? Voor, achter of midden? Achterin. Achterin, jij moet de boelpunten tegenhouden. Ja. Ja, kijk eens aan. Heb je gisteren nog gespeeld? Ja, gewonnen. Ik heb de winnende doelpunt gemaakt en een hattrick. Zo, dat is geweldig zeg. Jij bent een hele goeie zeg. En hoe gaat het in de competitie? Staan jullie bovenaan of middenin? Ja, we zitten al hoofdklasse. Want we hebben nog geen 1 in de competitie hebben we gewonnen. Ja, wel gewonnen. Oh, kijk. Geen verloren in de competitie. Nou, dat is heel goed zeg. En wat vind jij zo leuk aan het voetballen? Gewoon, je kan gewoon heel goed worden. En veel geld mee verdienen. Ja, dat is ook belangrijk. En hoeveel trainers heb jij? 1. 1. Hoeveel keer in de week moet je trainen? Ja, eigenlijk elke dag. Oh, elke dag. Kijk, dat is wel mooi. En ga je ook wel eens bij het eerste elftal kijken? Ja. Ja? Oh, wil jij later ook zeker in het eerste elftal komen? Ja. Of nog hoger? Ja, ik ben bij Feyenoord gescout. Oh ja, kijk eens. Dat is heel mooi zeg. Je bent een ster, hè? Ja. En meestal naar school gaan. Hoe vind jij school gaan? Goed. Ja, vind je dat leuk? Ja. En je bent nog heel jong natuurlijk, maar weet je misschien nog wat je later wil worden? Voetballer. Kijk, dat is een heel mooi beroep, hè. En heb jij ook nog een favoriete speler bij de zondag heen? Ja, die broer van Tutu. Oh, is dat een goeie? Ja. Oh, kijk eens aan. Hey, en ik zeg net, je bent nog jong. Heb jij... Jij wil dus voetballer worden. Heb je ook nog in profvoetbal een favoriete club in Nederland? Feyenoord, Ajax, PSV of zo? Feyenoord. Ja, Feyenoord. Die doen het goed op toonlijk, hè? Ja. Ja. En heb je ook daar nog een favoriete speler? Ja, Malatia en ja. Sinisterra. Ja, die zijn ook goed, hè? En in het buitenland, heb je in het buitenland ook nog een favoriete ploeg? Ja, Liverpool. Ja, je zoekt het wel uit, zeg. En heb je daar ook nog een favoriete speler? Ja. Pik Virgil van Dijk. Ja, die is ook goed, hè. Dat is heel leuk als jij allemaal van die goede spelers eruit houdt. Ja, nou hebben we vanmiddag hier een hele belangrijke wedstrijd. Ja. Want ja, als Unitas wint, gaan ze over Una 1 weer. En dan komen ze weer een beetje bovenin, hè. Wat denk je dat het gaat worden? 3-1 voor Unitas. Nou, kijk eens aan, hè. Zeg, als het zo 3-1 wordt, heb jij een goede middag, hè. Ja. Nou, ik wil jou in ieder geval bedanken. Ga je maar even te woord willen staan? Nou, ga je maar even lekker met de jongens warm lopen. Ja. En ik hoop dat jij een fijne middag hebt. En nogmaals bedankt, hè? Ja.